sta hier voor de garage. Vier heeft het initiatief genomen om een centrum op te richten voor slachtoffers van mensenhandel. Als forensisch psycholoog vind ik dat een heel erg belangrijk initiatief, omdat slachtoffers van mensenhandel in Nederland eigenlijk nergens naartoe kunnen. Het recht, ja, biedt wel kansen om slachtoffers genoegdoening te bieden, in de zin van dat daders worden opgepakt en hopelijk ook veroordeeld. Maar voor de slachtoffers biedt het recht absoluut geen oplossing. Zij hebben behoefte aan intensief begeleiding en behandeling om de trauma's te verwerken, maar ook om een nieuwe start in hun leven te maken in een andere sector dan de seksindustrie waarin zij gewerkt hebben. Vier heeft het initiatief genomen om de garage op te richten. Daar is geld voor nodig en daar is moed voor nodig. En ik ondersteun dat initiatief van harte.